Er is door de jaren heen onvoldoende geïnvesteerd in de Belastingdienst, waardoor het niet het maximale is binnengehaald aan inkomsten voor de staat. Daarom is er een evenwichtig belastingstelsel nodig. Dat zei minister Armand Achai-Bersing van Financiën en Planning gisteren in de Nationale Assemblée. Hij voegde eraan toe dat hervorming van het fiscaal beleid noodzakelijk is voor het land dat zich in een financiële crisis bevindt. Voorzitter, het advies is gegeven om een nieuw belastingdienst op te zetten. Men moet kunnen meegaan met de ontwikkeling, opnieuw solliciteren en randvoorwaarden vaststellen. Voorzitter, wij zijn doende om de belastingdienst te transformeren naar een semi-autonome belastingdienst als onderdeel van de hervormingen. Het proces is in de beginfase en met ondersteuning van de IDB wordt nu hieraan gewerkt. Er is ook gezegd dat de invorderingswet dateert van 100 zoveel. Het dient aangepast te worden. Dat gaan we ook doen, voorzitter. Dat is reeds aangegeven. Er is ook gezegd dat de wet vermogensbelasting dient aangepast te worden. Nu zijn het slechts de natuurlijke personen die belastingplichtig zijn. Ook de rechtspersonen dienen belastingplichtig te zijn. Modernisering van de Belastingdienst heeft hoge prioriteit. Deze dienst is verantwoordelijk voor het binnenhalen van de staatsinkomsten. Echter, het is een uitdaging gezien de investeringen die gepleegd moeten worden om dit doel te bereiken. Volgens de directeur der Belastingen, Ismael Kalai Khan, is de hervorming en modernisering van de Belastingdienst gebaseerd op 3 pijlers. We moeten de wetgeving in place brengen. We moeten de mensen klaarstomen om dat werk te kunnen doen. En we hebben dus de infrastructuur. En dan vraagt u zich natuurlijk af, maar wacht even, als we dat alles gaan doen, gaat het echt weer een heleboel tijd in beslag nemen? Wat gebeurt er? Gaat het paard sterven terwijl het gras groeit? Nee, we zijn nu al bezig met de implementatie. Maar dan op een zodanige manier dat we de cultuur proberen te veranderen en de gerichte acties uit te voeren. Het zal nog jaren duren voordat de hervormingen geïmplementeerd worden. Maar het DNA-lid Ronnie Asambina, die ook belastingambtenaar is, vindt dat de beleidsvisie nu uitgevoerd moet worden. Werken aan capaciteitsversterking van de dienst is volgens Asambina ook van belang. We hebben twee grote multinationals in de goudsector, Newmont en Rosebel Goldmine. Die jaarrekening, de boekhouding van deze bedrijven, worden opgesteld door ter zake internationale erkende experts. De Belastingdienst heeft een handhavingstaak. Dus de Belastingdienst moet de boeken van deze bedrijven die opgemaakt zijn door internationaal erkende experts, moet de Belastingdienst gaan controleren. Maar om die te controleren, moet je ook in staat zijn om die taal te praten. Er zal ook gewerkt worden aan de versterking van human capital, zei minister Achai-Bersing. Hij haalde verder aan dat er veel inkomsten worden gemist uit de hout- en goudsector. Met deskundigen zal er een traject uitgezet worden om de inning zo effectief mogelijk te doen plaatsvinden. Multinationals zullen onder een vergrootglas geplaatst worden. Er is ook gezegd, de solidariteitsheffing is met 10% verhoogd. OB verhoogt naar 12%. Echter worden deze verhogingen niet betaald door de multinationals. Nagegaan dient te worden wat er nog rechtmatig bij de multinationals gehaald moet worden. Ik ben blij, voorzitter, dat de term rechtmatig in de vraagstelling is gebezigd. De staatsbesluiten van mei 2018, waarin heel veel vrijstellingen worden verleend, is nu onderwerp van discussie met de stakeholders. De Belastingdienst is van mening dat de faciliteiten te ruim zijn en niet altijd vallen binnen de wettelijke kaders. Dus ook hier wordt aandacht aan besteed. Er is ongeveer $50 miljoen nodig voor de hervorming en modernisering van de Belastingdienst.
Er zijn hiertoe al enkele handelingen gepleegd door de Belastingdienst, zegt directeur Kalaikan. Betaald voor het gebouw van de ambassade, oude ambassade. Daar moet een heleboel worden aangepast. We hebben ook veel geld uitgegeven voor automatiseringssystemen, wat tot nu toe niet werkt of heeft gewerkt. We moeten nog meer instoppen. En dan, kijk, zo'n reform wat we nu tot nu toe hebben ingeschat, automatisering, dan praten we over minimaal 7, 8 miljoen, misschien meer, US. Maar je verdient het terug. Ja. We hebben bijvoorbeeld de upgrading van Asikuda, dan moet je denken aan orde van 1 miljoen US. De scanners hebben zoveel miljoen gekocht, die zijn al heel lang in ons bezit. We gaan ze nu installeren. We hebben nog wat schulden daar. En zo kun je natuurlijk